Raad het lichaamsdeel. Part 2. Ja! Oh, dat is gewoon borstel. Goedemorgen, YouTube. Hallo. Wat zei jij, druilerig weer? Ja, het is toch wel 5 dagen goed geweest in België qua weer. Maar het is nu terug aan het regenen. Maar dat betekent dat we een spelletje gaan spelen. Ja, want slecht weer betekent spelletje spelen. Heb ik daar iets mee voor jou? Oeh, I like this, huh? Oef. Nee, we waren nog een beetje terug in de nostalgie-sfeer. Op deze leuke video. Zet je die hier of ben ik me nu een belachelijke? Ah ja, oké, okay, wacht. Ben ik me nu belachelijk aan het maken? Ik ben de rechterbovenhoekje. Voilà. Hierin is de video. Ja, en we gaan het nog eens doen, want we vonden het wel leuk. Ja. Ja. Ja, blind ook wel maar. Ja. Ja, doe het. Doe het. Met je vinger in je kont. Doe. Raad het lichaamsdeel. Part 2. Doe. Maar jongen, echt. Excuseer. Mijn vinger is tot uw beschikking. Ik zie niks. Hé, hey, geef je vinger maar. Moet ik de andere geven? Want je hebt links. Nee, maar niet met mijn hendelen. What the fuck kon je helemaal vinger, jongen? Ah, die neus! Ah. Echt jongen, het is gewoon een gaatje. Dat is gewoon een gaatje, dat is die neus. Nee. Hoezo nee? Dat kan niet anders. Dat is niet mijn neus. Oh shit, ik moet een beetje... Nee, dat was het. Ja, dan weet ik het niet, een neus. Een ander is een oog, ja een oog. Ah. Ja, dat is een ander gat, maar daar heb ik niet aan gedacht. Mag ik eens voelen in die neus dan? Dit is mijn neus. Dat is exact hetzelfde. En dit is mijn... Ah! Oeh, lekker warm. Wat is warm? De zetel. Van u. Warme kont. Auw! Hé jongen! Ik kan je meer zien of zo. Nee, maar ik hoor jullie bewegen en dichter komen. Jeet! Wat de hel is dat? Dat is de achterkant van uw been. Nee. Wat? Ja! Dan is het zo dit. Ja. Ja? Yes! Blinddoek, please! Oké. Okay. Oh, ik moet 3 pipi doen. Wat? Dat is gewoon een draadje. Een draadje? Dat is gewoon een BH-bandje. Dat was niet hard, toch? Oh, dat is gewoon borstel. Maar ik kom aan iets. Dat was een muur. Ja, maar Mietse, eerst een borstel dan een muur. Ga je nog een lichaamsdeel laten voelen? Of? Mietse, is het een lichaamsdeel? Ja. Op welk lichaamsdeel is een muur? Dat is geen lichaamsdeel, Mietse. Zie je, bedoel ik, jongen, echt. Oh. Wat wou je dat ik dacht dat het was? Wat wou je dat ik dacht dat het was? Ja, ik weet niet, schrijven of zo. This ain't Texas. Woo! Hoor je dat? Ja, tuurlijk. Doe je oren dicht? Waarom heb ik het gevoel dat je iets raar gaat doen? Hoe sta ik mijn t-shirt nu weer uit doen? Ik verander mijn polletje. Ik herken die tepel uit duizenden. 1000 tepels? Ik wil nog eens voelen. Ik herken die heel goed. Ga ik nog eens voelen? Want ik ben niet zeker. Moet je de andere voelen? Ja, proficiat. Je mag het blinddoek uit doen. Ik weet niet waarom je dat... Ik was even een power nap aan het doen. Oh. Je krijgt geen tweede kans. Ik hoef geen tweede kans. Ik weet wat het is. Het is uw uitlaatclub. Dat is mijn mond. Het is je poepholes. Hoe voel je het? Oh, haarig. Ik kan dat niet beschrijven. Het was kort en intens tegelijk. Ja, het ziet er mooi uit. Je hebt een mooie kracht. Oh, dank u. Ik denk dat ik al 2-3 maanden mijn haar aan het groeien ben. Dus... Ja. Vinden jullie? Ik hou van krulletjes. Zo cutie! Zo fluffy. Oké. Shit, bro. Ik viel de tering van mij af, joh. Je viel gewoon van mij. Oké, kun je even normaal doen? Ik moest nog pipi doen, hè. Dus als je niet gedraagt, dan... Dat mag niet op camera. Oké. Ja, dat mag sowieso niet, man. Excuseer. Maar ik heb niks! Ik heb geen lichaamsdelen! Zo, waarom is dat koud? Dat is kei koud. Eeuw! Oh, eet je dat? Dat is
koud, ze komt de ijskast. Potter. Potter? Ja. Wat ga je doen? Jij eet me. Ga je echt alles filmen van mij? We zijn vloggers. We hebben dus 5 dagen vrij gehad, de voorbije 5 dagen. En we zijn toen ook naar de zee geweest, zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien. En net die 5 dagen was het goed weer. Dus op zich is het niet zo slecht dat vandaag nog eens slecht weer is. We wilden ook gaan lopen of zo, maar... Ja, we wilden zo nog wandelen, want ja, een dag is geen dag zonder matten met die gesport hebben. Maar ja, in de regen wandelen is ook niet echt een plezier, hè. Het is wel heel leeg, hè. Ja, dat ben ik fix van. Wat ga je maken? Broodram met filet. Morgen moeten we naar de winkel gaan, maar vandaag hadden we echt geen zin. Ik heb trouwens nieuws voor jullie, want morgen ga ik kijken voor mijn nieuwe gsm. Ik ga toch kiezen voor iPhone 14, gewoon wat op zich. Ja, ik hoef niet iets, een speciale camera ofzo, dus ik ga gewoon de simpelste kopen. Gewoon een 14? Gewoon een 14. Want enkel voor de camera is een 14 Pro beter, maar dat kost ook wel direct 300 euro meer. En op zich is het voor mij echt puur voor opslag en omdat mijn batterij nu al een beetje minder goed werkt. Hoeveel gigabyte ga je fixen? Wel 128. Wel al het dubbele van wat ik nu heb. Wat ik er zo? Appel gaat vaak wel goed bij veel hoor. Oh, met pindakaas. Zijn jullie fan van pindakaas? Want er zijn veel Nederlanders bij ons in de... Ja. In de dingen. Ik heb dat echt leren eten door u eigenlijk, pindakaas. Ja. En ik ben zo'n grote fan van pindakaas. Dat is echt niet normaal. Ik kan dat altijd eten. Ochtend, als ik wakker word, smaakt. Avond, smaakt. En met banaan. Oh. Weet je wat ik doe? Ik doe 1 eetlepel choco en 1 eetlepel pindakaas bij elkaar. Ik doe dat even in de airfryer van de micro, maakt niet uit. En dan schijfjes appel erin soppen. Echt beste ooit. Hij heeft op onze laatste video van Tinder dus een meisje gereageerd van ik was Tayana, dus waar we mee hebben gestuurd. Zou dat echt zijn? En ik heb ook een berichtje gekregen op mijn Instagram. Volg me op Instagram, @betsemoelans. Zee, heb je een berichtje gekregen? Je hebt een vriend toch? Kwam je net tegen op Tinder, so I don't know of jij het echt bent of niet. Dus mensen hebben me gespot Tinder. Ik ben benieuwd voor deze maaltijd. We'll try it and we'll see if it's good, otherwise we'll never do it again. En? Ja. Even maandelijkse update. Hoe gaat het eigenlijk met jullie? Maar hoe gaat het echt met jullie? Maar hoe gaat het echt met jullie? Ja, geen gezeur. Jullie mogen al jullie problemen en zorgen in de comments laten weten. En doe er misschien eens mee. Mattes is ondertussen de video van net aan het editen. En ondertussen ga ik lekker koken voor ons. We hebben wel echt niks in huis. Ik heb wel paprika's die op moeten. Dus die ga ik al nemen. Wat worteltjes. Ik heb ook nog vegetarisch vlees en ajuintjes. We gaan eens kijken in de diepvriezer. We gaan het voor het avondeten, denk ik, gewoon simpel houden. Gewoon aardappelpuree met worteltjes opwarmen. Dan vegetarisch vleesje erbij. Ik ga gewoon die paprika's als eigenlijk hapje, als voorgerechtje, in schijfjes doen. Dan heeft Matthias toch nog zijn groentjes op en hij houdt ook wel een beetje van snacken tijdens het editen. Ik zou zo'n goede moeder zijn. Groentjes eten, eat your vegetables. Ik heb alles op mijn schotel gedaan. Ik heb ook nog wat worteltjes gesneden en een beetje olijfolie. Gaan we dat nu even in de oven doen en dan moet ik voor de rest niks meer doen. Matt is al de hele tijd aan het lachen. Oh, het lachen is zo grappig. Ja. Sorry dat ik er even niet bij ben, vergeef mij, maar, anders is dit niet even leuk, snap je? En ik wil dat jullie extra ervan gaan genieten. Ja, ik heb mijn reepjes paprika gesneden en ik ga het in een kommetje doen. Zal ik het hem eens geven, hè? Soms moet je eens tonen hoe hard je iets apprecieert, hè? Bijvoorbeeld Mattas die elke dag edit voor ons. Zo, met eens een beetje verwennen, hè? Oei, is paprika op de grond gevallen. Wat een snackje. Ah, dank u. Het is echt zo grappig, dat zoals bij kleine kindjes, als je die gewoon iets gesneden in een kommetje geeft, dan raakt dat altijd op. Kijk, kijk. Ik ben blij dat je het zelf grappig vindt. Nou, waarschijnlijk hebben jullie dat stukje al gezien, maar het komt erna. We moeten ons zelf ook een beetje grappig vinden, hè. Oh. En heeft Mitsu je nog goed kunnen entertainen? Ja. Heb jij nog goed gelachen? Ja, zeker. Ik kijk uit naar het eten dat je hebt klaargemaakt. Het is heel lekker in de oven. Ja, daar gaan we nog lekker van genieten. Heel erg bedankt om even te kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie de Raad Lichaamsdeel zeer leuk. Ja. Zoals altijd, wat moeten ze doen? Abonneren en liken als jullie meer willen zien. Oh, we posten sowieso elke dag om 5 uur, dus je krijgt sowieso meer. Dus ja. We love you. We zien jullie morgen terug.
om 5 uur voor een nieuwe vlog. En dan zeggen wij, Matthias en Mitsa, out.